Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik van Vuren en in deze video gaan we kijken naar mijn Small Rig Cage Setup voor de Canon EOS R5. Ik ben heel erg blij met de R5 en zeker voor de fotografie. Daar gebruik ik alleen nog normaal gesproken een battery grip onder, waardoor ik er twee accu's in kan doen en natuurlijk makkelijk verticaal kan schieten. Maar op het moment dat ik ga filmen met die R5, dan heb je vaak ook meer accessoires. Denk aan licht, denk aan geluid. Eventueel natuurlijk, als je langere opnames gaat doen, wil je misschien nog wel juist een handvat erbij hebben, waardoor je nog wat steviger te werk kan gaan. Nou ja, vandaar dat ik dus voor deze onderdelen heb gekozen. Er zijn er nog honderden meer. In specifiek dus zijn deze van Small Rig. En de reden waarom ik daarvoor heb gekozen is heel simpel. Dat zijn momenteel de enige op de markt speciaal voor de R5. Ik heb ook overigens onderdelen gebruikt van Shape. Hebben jullie ook van mij in een eerdere video gezien met mijn Panasonic GH5. Die hebben alleen op het moment dat ik deze video maak nog niks op de markt voor die R5. En hetzelfde geldt ook voor Tilta. Die hebben ook een cage aangekondigd, zelfs met een vennetje. Ik vraag me af in hoeverre dat gaat helpen. Maar goed, die is momenteel ook nog steeds niet op de markt. Standaard natuurlijk bij bijna elke cage is dat er enorm veel bevestigingspunten zitten in verschillende schroefmaten. Nou ja, dat zit bij deze ook wel goed. En linksbovenop zit dan een cold shoe mount. Heel fijn, want daardoor heb je er weer eentje extra ten opzichte natuurlijk van die enkele op de camera. Het is alleen wel zo, die op de linkerbovenhoek zit bijzonder dichtbij van de originele cold shoe van de camera. En dat betekent dus dat je waarschijnlijk maar één accessoires kan gebruiken op die cold shoe. De enige mogelijkheid die ik momenteel nog heb gevonden is dat je wel een Rode Wireless Go hier in de hoek kwijt kunt. En vervolgens dan de externe monitor op de originele cold shoe van de camera. Ook in die specifieke volgorde. Je kan dus niet eerst de monitor op de camera doen en daarna pas die microfoon. Want dat is zo smal, ja, dan krijg je zelf zo'n iets kleins als die Rode Wireless Go niet erop geschoven. Op de hoeken zitten vervolgens twee gleuven. En daardoor kan je natuurlijk eventueel een neckstrap eraan doen. En heel belangrijk bij elke cage, daar moet je altijd op letten, is dat je natuurlijk gewoon de geheugenkaartjes kunt wisselen. Dus het deurtje gewoon makkelijk open en dicht kan, als zowel de accu. Nou ja, die kan ook, je ziet het, makkelijk vervangen worden. Als we dan bij de onderkant aankomen, dan zie je dat er al een anti-slip plaatje is, maar ook twee anti-draaipuntjes. Dat is heel erg fijn. Je hebt dus namelijk maar een enkele schroef om natuurlijk maar in die camera te draaien. En je zal altijd zien op het moment dat je hem vastzet, even met 5 cent, dan gaat zo'n camera altijd een beetje in die cage bewegen. Maar die twee puntjes die dus ja, hier op de onderkant zitten, die gaan dat tegen. En dat zijn ook dezelfde puntjes als die bijvoorbeeld ook in een battery grip zitten. Waardoor die aansluiting dus echt muur en muur vast zit. Dus blij dat die dus ook in deze cage zitten. Als we dan naar de onderkant gaan, dan valt gelijk een dingetje op. Daar zit een schroevendraaiertje verborgen. Heel erg fijn. Die blijft zitten door middel van drie kleine magneetjes. Op het moment dat je hem dus vastgedraaid hebt, en let wel op, die schroef die kan dus gewoon uit de cage vallen. Dus altijd even in de gaten houden dat die op zijn plek blijft zitten. Op het moment dat je hem dus vast hebt gedraaid in de camera en deze niet meer nodig hebt, dan klikt hij er automatisch in. En dan blijft hij daar gewoon heel de tijd zitten. Het volgende onderdeel waarmee ik mijn setup graag wil uitbreiden is deze wooden handle. Die doet niks bijzonders. Het is niet dat ik de camera ermee aan en uit kan zetten of mijn opname kan starten of stoppen. Het is echt gewoon alleen als extra grip en versteviging van mijn setup. En natuurlijk omdat je hand van de camera af is, is die vaak nog stabieler dan dat je met je handen echt aan de camera zit. Hij komt oorspronkelijk als linkshandige. Op het moment dat hij uit de doos kwam schrok ik ook even. Maar je kan heel makkelijk door deze schroefjes even los te draaien. Dit armpje 180 graden draaien. En daardoor kan je hem dus ook als rechtshandige gebruiken. En wat heel fijn is, is natuurlijk de ja, vormgevormde gaten. Waardoor je je handen er echt extra lekker in kwijt kan. En daardoor, omdat hij ook nog eens een keer hoger is dan de camera zelf, kan je je vingers er echt veel makkelijker kwijt. Die twee schroeven klem je dan vervolgens hier aan de zijkant van je cage. En daardoor zit die echt muur en muur vast. Daarbij heb je ook gelijk een extra cold shoe mount bovenop die grip. En je zag het al aan het begin van deze video. Daar zat mijn externe microfoon. Daarboven zitten vervolgens drie extra gaatjes. Wederom bevestigingspunten. Of je eventueel nog een armpje of iets erin wilt doen. En deze vond ik wel heel erg goed gevonden. Dus een beetje prielen. Maar daarin zit een inbussleuteltje. Vraag me niet welk formaat het is, maar dit is wel het formaat die je bijna voor elk onderdeel van Small Rig kan gebruiken.
En die heb je dus op deze manier altijd bij je. Net zoals die schroevendraaier die onder in de case vast zit, heb je nu dus een schroevendraaier en een inbussleutel in je setup zitten. En die verdwijnt dus heel mooi in je handvat. En wederom zit daar ook een magneetje die hem op zijn plaats houdt. Het is alleen wel zo dat, ik weet niet of jullie het kunnen horen, er zit een heel klein beetje speling op, waardoor die een klein beetje geluid maakt. Dus mocht je hele extreme bewegingen gaan maken en geluid op willen nemen, dan kan het zijn dat je dat een beetje gaat horen. Het volgende onderdeel wat ik jullie graag wil laten zien is deze HDMI en USB-C protector clamp. Standaard bij de aankoop van je R5 krijg je al zo'n plastic HDMI beschermdingetje, blokje. Ja, in het begin is het leuk en eventueel voor de eerste paar klussen werkt het prima. Maar op het moment dat je echt serieus aan de gang gaat, moet je er gewoon voor zorgen dat, zeker met HDMI-kabels, moet je iets heel erg sterks hebben, omdat die eenmaal fragiel zijn. Die aansluiting, ook in het geval van de R5, is nog eens een keer een micro-HDMI, dus het is echt micro. Daardoor vallen ze er gewoon heel makkelijk uit door echt het minste gering. Je ziet het, twee zilveren schroeven die lekker groot zijn. En daardoor valt er een zwart blokje naar achter, kan je je kabel erin steken en dat blokje er tegenaan schuiven, aandraaien en op het moment dat die kabel er dan in zit, zal je zien dat je dit iets minder makkelijk kan vastdraaien. Maar wederom, daar komt hij weer. Dan pak je je inbussleuteltje uit je handvat en die kan vervolgens hierin om hem weer extra vast te draaien. Let wel op, vast is ook echt vast. Op het moment dat je te ver gaat, dan kan je hem dus ook echt weer verbuigen. Hij zit vast met twee kleine schroefjes aan de onderkant van de cage. En dit is voor mij gewoon echt een noodzaak om te zorgen dat als je zeker extern gaat monitoren of opnemen, dat die kabel er dus niet 1, 2, 3 uitvloept. Er zit alleen wel één heel groot nadeel aan. En dat is op het moment dat je dus je draaischermpje hebt, kan je die dus niet meer kantelen, omdat natuurlijk die kabel en die bescherming ervoor zit. Je kan het eventueel nog moeilijk onder een soort van hoek doen. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je hem dan maar vast moet laten op de achterkant en dat je alles via de bovenkant gaat monitoren. Zeker omdat je natuurlijk eventueel je sluittijd, je diafragma, dat soort dingen wel gewoon op het normale LCD-schermpje nog kan zien. Maar je ja, hele compositie en zo moet je dan vervolgens via je externe monitor of recorder bekijken. Het laatste onderdeel dat ik jullie in deze video wil laten zien is deze Small Rig Swivel Head. Ja, het zijn allemaal onderdelen van Small Rig, maar zoals ik al zei, dat komt omdat momenteel voor deze camera niet veel anders op de markt is. Ik heb deze onderdelen allemaal zelf gekocht met mijn eigen geld en deze video is niet gesponsord door Small Rig. Ik zou het wel heel erg fijn vinden als je ondertussen even laat weten of je dat al aan gehad hebt. We zijn er nog niet. Druk ook even die blauwe duim omhoog en abonneren. Daar help je mij heel erg mee en bedank ik je alvast bij deze. Ga ik nu even verder om te zorgen dat jij eventueel nog geholpen wordt met deze video. Die swivel head is heel erg fijn, in mijn geval met de Atomos Ninja V als externe monitor of als externe recorder. En je ziet het, op het moment dat je hem vastdraait, is het al zo dat je veel grip hebt, zit hij ook echt wel vast. Maar op het moment dat je hem ook nog eens een keer op de cold shoe van je camera vastzet, dan zie je het, dan zitten zowel hier als daar weer die gaatjes. En dan komt hij weer met het inbussleuteltje uit je handvat, kan je hem eventueel nog meer vastdraaien, zodat je zeker weet dat hij niet gaat schuiven op die horizontale as, wat heel irritant is. Het fijne aan die swivel head is dat het maakt niet uit onder welke positie je aan het werk bent. Stel dat je van bovenaf erin wilt kijken, dan hoef je hem echt maar een tikje te geven en niet echt een lullig tikje. Nee, je moet wel even kracht zetten en dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Zodat je weet dat hij zo ook blijft staan en niet als een soort van slap armpje in één keer zo naar beneden gaat hangen. Maar ook op het moment dat je boven je zicht aan het werken bent en je wilt meer zien wat je aan het doen bent, kan je hem ook weer makkelijk naar beneden of naar boven kantelen. Als laatste, jullie zagen het al aan het begin van de video, ik heb de Rode Wireless, nee niet de Rode Wireless, de Rode Video Mic Pro Plus, nog zo'n makkelijke naam. Die schuiven we hier in de cold shoe van die handvat. Ik heb persoonlijk de originele kabel die bij deze microfoon zit veranderd voor deze mooie rode die bij de andere Rode microfoon zit. En die pluggen we hier in en zoals ik al zei is het even een beetje priegelen, zo erg zelfs dat ik mijn eigen klem niet goed heb gedaan. Zo, die zit. Vervolgens het HDMI-kabeltje. De standaard HDMI gaat in de insluiting erbovenop. Ik draai hem altijd even één keertje om die swivel mount heen, zodat hij net even wat strakker om mijn setup heen zit.
zijkantje losdraaien. Zwarte blokje naar achter. Zo, die zit. Schroefje weer aandraaien. Bovenste ook weer aandraaien, dat het niet gaat ratelen. En dit is mijn setup met de Canon EOS R5. Om vervolgens lekker run and gun aan de gang te gaan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Laat het even weten in de reacties. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!